Jongens, vandaag is een hele mooie dag. En misschien had je het al gezien, want het staat misschien al op de website, maar dat weet ik niet. Ik heb vandaag een heel vet pakketje binnengekregen en ik heb hem nu mee naar huis genomen. En het is tijd dat we hem eens echt gaan uitpakken. Daar staat hij. Het is een pakketje van Fanatec. En ik had je al eerder laten weten in een item wat ik had gemaakt met JJ over simracen, dat ik het dit jaar iets serieuzer wil aanpakken. En daar hoort deze bij. Dit is voor mij een direct drive stuurtje. Dat is iets anders wat ik hiervoor had. Ik had hiervoor de Thrustmaster T300 RS. Dat is een belt-driven stuurtje. Dit is echt direct-driven. Dus deze zou wat nauwkeuriger moeten zijn. Moet wat meer detail communiceren wanneer je aan het racen bent. Ik ben heel erg benieuwd hoe die gaat zijn. Maar allereerst gaan we hem gewoon lekker uitpakken. En gaan we ervoor zorgen dat we straks vanavond nog, want ik ga het streamen, even deze nieuwe shit kunnen gaan testen. Dit is hem dan, de Fanatec model CSL Elite F1 set. En natuurlijk, omdat we vanaf 15 maart gaan we weer de Formule 1 races rijden op PlayStation en PC. Deze werkt dan ook op PlayStation en PC. Hij is wel behoorlijk zwaar, kan ik je vertellen. En ja, het is natuurlijk wat donker. Maar straks, wanneer we het in de studio gaan zetten, dan zal het allemaal wat duidelijker zijn. Even kijken, los van uiteraard de base, is dit voor mij wel de cream of the crop. Het Fanatec stuurtje. En ik kan je vertellen, ik heb het F1 stuurtje van Thrustmaster. Deze is echt aanzienlijk zwaarder. Hij ziet er ook goed uit. Ligt ook erg fijn in de hand. De handgrepen zijn gemaakt van Alcantara. Er zit hier een RPM meter op. Samen met de kilometer teller of uiteraard voor de gears. Er zitten ook weer custom buttons bij. Maar daar ga ik het allemaal straks wel over hebben in de review. Maar dit ziet er dus echt insane tof uit. Heel erg vet. Sorry hoor, nog even één keer voordat we alles gaan aansluiten. Hier is het hele pakket nog even. De base uiteraard, het stuurtje, de pedalen en de baseplate waar de pedalen op gemonteerd gaan worden. Let's fucking go! Dan is het tijd om de studio te betreden en deze te gaan demonteren. Ik moet zeggen, ik heb hier heel erg veel plezier aan beleefd, maar ik ga die iemand anders blij mee maken. Thrustmaster T300 RS met Formule 1 add-on. Fucking fantastische tijd gehad. Hij heeft me echt helemaal in simracen getrokken. En ja, mooie tijden. Maar we gaan upgraden. Het was wat in elkaar zet werk. Want de pedalen en de sleutels die erbij werden geleverd waren niet heel erg makkelijk. Maar het is in elk geval gelukt. Hier staat de oude. Hier staat de nieuwe. Out with the old. In with the new. En dan gaan we het nu installeren. Dus, ongeveer een uurtje verder, we hebben alles aangesloten. We hebben wat dingetjes moeten aanpassen en anders moeten doen. Omdat eigenlijk dit Fanatec stuurtje niet heel erg goed in mijn simrig past. Ik heb ook natuurlijk een hele goedkope PlayStation Challenge. Die is daar eigenlijk niet voor bedoeld. Maakt niet uit, want ik ga binnenkort even wat geld spenden om een wat betere rig te kopen. Dus we hebben wat dingen anders moeten doen. Ik laat je gewoon even zien. Hier staat hij uiteraard. En, kijk, hier zijn we. Hij past niet helemaal goed op de plaat. Waardoor hij niet zo stevig staat als dat ik had gehoopt. Maar dat geeft niet. En ook hieronder, normaal gesproken zitten de pedalen van de Thrustmaster T300 RS moeten in een soort van kuip van de PlayStation Challenge. Die past daarin niet. En het klote daarvan is, er zit zoveel tegendruk op het rempedaal. Wat een goed ding is, uiteraard. Behalve dat wanneer ik er nu echt te hard intrap, ik mezelf iets naar achter zou kunnen duwen. Dus ik ga even iets bedenken waardoor ik die stoel kan verstevigen. Maar het is wat het is. Ik ga nu een eerste testrondje maken. En daarna ga ik live op Twitch. Ik laat jullie nog heel even één heel vet ding zien. Eén heel vet ding van dit stuurtje. Komt ie eraan. Oké, daar zitten we dan. Fanatec stuurtje in mijn hand. Spa-Francorchamps, die gaan we ontdekken en dan gaan we beginnen. En dan kan ik eigenlijk al meteen laten zien wat ik er zo vet aan vind.
En nou, je zit er hier al. Dus de toerenteller zit erop. En om heel eerlijk te zijn, ik heb het niet nodig. Eigenlijk totaal niet. Want ik heb gewoon prima zicht op het beeldscherm wat voor mij staat. Maar het ziet er oh zo fucking cool uit. En je ziet, hij weergeeft ook het aantal kilometers per uur. Maar wanneer je schakelt, laat hij ook heel even zien in welke versnelling je zit. Dus als ik bijvoorbeeld opschakel, dan zie je 2, 3, 4, et cetera. En dat is dat eigenlijk. Verder heb ik niet zo heel veel om te laten zien. Ik ga vooral lekker racen. En dan gaan we denk ik terug naar de studio. En dan gaan we gewoon een review doen van Fanatec CSL Elite F1.